Ja. Hey, ik ben Tom. Ik zit bij Stefan op de voetbal. Ah, ja, jij zit een Tom. Is hem thuis? Stefan zit op zijn werk. Ja, ik dacht, ik breng deze even terug, want de Stefan zijn zweet begon al te stinken in mijn auto. Ja, dat is goed, maar kom dan nog even binnen, want mijn... Oh. Te ziek om te shotten, maar niet te ziek om te werken. Dat is een omgekeerde wereld, hè. Maar hij is gisterenavond gaan trainen. Ik heb hem niet gezien. Vorige week is hij ook niet geweest. Vorige week zaterdag wel. Misschien heeft hem de match langs de kant gevolgd. De laatste keer dat we zijn gaan trainen, had hem last van zijn knie. Ai, hij zal zo dadelijk thuiskomen. Hey, hij zal wel een goede reden hebben, zeker. Ik proeven? Ja. Me time, hè? Me time? Ja, zo noemt hij dat. Het is niet zo goed gaan met Stefan, dan moet hij er zo even uit. Niet alleen. Allee. Wat heb je nu tegen Marie gezegd? Me time. Ik snap niet hoe dat hij dat van u blijft accepteren. Maar het was nu maar gewoon rijden. Oké? Okay? Tijdens zijn meetime al niet meer gaat gaan voetballen, dan zou je gaan afvragen waar dat hij zit, hè? Marie, hij ziet u graag. Hij is toch altijd over u bezig. Schatje, ik ben straal dat ik vandaag ben tegen. Tom? Hey, hoe is het met je knie, makker? Beter. Beter. Ella? Ben, wat brengt u hier? Hij is uw rugzak komen terugbrengen van 2 weken geleden. Merci. Hoe, ik moet eens door. Marie, toch om u te leren kennen. En bedankt dat ik van de lekkerheden heb mogen proeven. Dat is heel graag gedaan, jongen. Allee, ik kan u uitlaten. Wat kom jij godverdomme doen? Ik heb nog niks verteld. Trouwens, de rest van uw rommel zit in uw rugzak. Nu is iets weten. Ik zie u graag. We hebben het hier al genoeg over gehad. Ik zie Marie graag. Jawel. Jawel, Tom. Dat is gewoon anders. Je had er maar ergens anders iemand graag zien. Jij beseft echt niet wat voor de situatie dat ik zit. Nee. Jij bent gewoon te stom om te beseffen dat je bij Marie nooit gelukkig kunt zijn.
als jij het zegt. Ik denk dat ik een beetje me-time nodig heb. Zullen we nog kunnen zien op de voetbal, zeker? Echt dan?